Hallo, het is 15 april 2020. Deel 3 van mijn Renson-methode. Ik heb hier twee broedkamers staan met erop een honingkamer. Er zijn ook mensen die de Renson doen met alleen maar honingkamers. Ja goed, dat is een werkwijze. In de middelste bak zit mijn koningin en die zit nu al opgesloten tussen twee moerroosters. Ik heb aan de buitenkant van de middelste bak heb ik twee vulblokken. Dus twee vulblokken, twee vulblokken. Dus er blijven 6 lege plekken over voor broedkamerramen. En ik heb op een gegeven moment de koningin meegegeven een raam met open broed. En een uitgebouwd raam. Onderin zitten de ramen met stuifmeel. Het is de bedoeling dat ik de onderste bak, daar hoef ik bijna niet meer in te kijken. De middelste bak, die moet ik regelmatig controleren. Want er worden natuurlijk ook darren geboren. En die moeten kunnen ontsnappen. Ja goed, ik zei al, de honing die komt rijkelijk binnen. En we gaan eens kijken of het echt een groot verschil is met de traditionele manier van imkeren. De tijd zal het leren.